Loopt hij wel hoor. Nou, om de bloem te wegen heb je ook deze nodig en een weegschaal. Maar je hebt 250 gram meel nodig, of bloem. En je hebt 400 milliliter melk of karnemelk nodig. Om de bloem te wegen zet je eerst de beslagkom op de weegschaal. Dan druk je op de aanknop. Nu staat hij op 0, zie je. Want de beslagkom stond er al op, dus hij rekent dat nu bij 0. Dan ga je nu de bloem wegen. 250 gram, hè Floortje? Oeh, ze is er bijna. Misschien, kijk, vraag je je af waarom we nou karnemelk gebruiken. Een ander alternatief is yoghurt bijvoorbeeld. Dat komt omdat we American pancakes gaan maken. En dat zijn een beetje dikkere pannenkoekjes. Daar moet je een stevig beslag voor maken. Nou, nu hebben we dus dat. En dan gaan we nu even de karnemelk meten. Hier even aan de kant. Nou, je zet de maatbeker altijd even op de tafel, want dan staat hij recht. Anders, als je hem zo vasthoudt, kan je hem ook schuin houden. En dan meet je niet goed. Nou, 400 milliliter. Even, dat is hier bij het streepje, 400. Hé, ga je er niet voorbij nu? Nee. Wat is dat bovenste dan? Dit is milliliter. Je ging voorbij je vinger. Hier is 400. Oh, sorry, dan heb ik niet goed meegekeken. Gelukkig jij wel. Nu gaan we alles bij elkaar doen. In een beslagkom doe je het. Dat is wel zo makkelijk om straks te mixen. Dus we hebben hier alvast de bloem in zitten. Dan doen we er een snufje zout bij. Dat is één keer zo'n molap, één keer ronddraaien. Als je zo'n klein potje hebt, ook één keer ronddraaien. Dan heb je het snufje, zo. Want als je geen zout bij doet, dan kan die ook niet zo lekker worden. Dan wordt die een beetje flauw. Dan doen we nu de twee eieren erbij. Ik begin met één. Die klop zo op de rand. Dan zit er een scheurtje in. Doe je vingers zo. En dan breek je hem open. En een tweede ei. Zo. Nou, dan moet er ook nog de karnemelk bij. Of yoghurt. Zit erbij. Nou, dan moeten we nu het roeren tot een glad beslag. Het moet wel iets dikker zijn dan gewoon pannenkoekbeslag, want het worden American pancakes. Floortje, is dit al goed? Ja, volgens mij wel. Nog heel even. Heb je ook goed over de bodem heen geroerd, dat daar niet nog een beetje droge bloem onderin zit? Ja, zo. En het moet makkelijk hier vanaf lopen, anders dan is het niet goed. Dan moet je er 200 milliliter water of iets minder, moet je dan toevoegen, want dan loopt het goed van de lepel. Kijk, je kan zien, het loopt er goed vanaf, dus dit is goed. Ja, eerst de slag erin. Een lepeltje, want we doen kleintjes maken. Zo. Nou, mama die doet even de andere. We proberen per pan drie hoopjes te maken. 1, 2 en 3.
Nou, ze mogen elkaar eigenlijk niet raken. Nou, je ziet dat dat wel heel lastig is in deze pan. Hier achter ook 3. 1. Wij hebben 2 pannen, maar 1 pan is misschien wel makkelijker de eerste keer dat je dit doet. Omdat we de pannenkoeken gezond maken, gaan we ze vullen met gezonde zoetigheid. Nou, bijvoorbeeld een beetje rozijntjes, een beetje blauwbessen of een beetje banaan. Hij kan uit het vlotje. Oké, als de pannenkoekjes aan de bovenkant van die luchtbelletjes gaan krijgen en een beetje opgedroogd zijn, dan kun je ze gaan draaien. Ik doe dat met een spatel en ik gebruik even een lepel als hulp. Want dan kan ik hem zo op mijn spatel duwen en dan in één keer woeps, draaien. Kijk eens wat een mooi bruin pannenkoekje dat is geworden. 1, 2, hapsakee, nog een keer. Dit is best lastig hoor, soms heb je daar een beetje hulp bij nodig. En nog een keer. Nou, in die achterste pan zijn ze ook al een heel eind klaar. 1. Oeh, die zit een beetje vast. 2 en 3. Zouden ze aan de andere kant al klaar zijn, Floortje? Nou, dat maak ik geen idee. Zullen we eens even spieken? Nee, nog niet helemaal bruin, hè? En deze? Ook niet. Nog heel even geduld dus. Nou, om de pannenkoekjes warm te houden, kan je ze natuurlijk even in de oven doen op een bord. Dan zet je hem op 150 graden, want dan is die nu ook al wat voorverwarmd voordat je de pannenkoekjes erin doet. Nou, volgens mij kunnen ze eruit. Ik zal even kijken. Als je ze eruit gaat halen, doe je het gas altijd laag. Zo. Ga ik even kijken of ze al klaar zijn. Nou, volgens mij ziet dat er wel goed uit. Zullen we die eruit gaan halen? Nou, zet ik ze hier op een bord. Want die kan straks ook de oven in, dat zo'n bord. Deze duurt wat langer, omdat de blauwe bessen, daar zit natuurlijk vocht in. En dat komt er ook een beetje uit. En vocht, ja, dat wordt niet zo hard. Dus dan moet je even langer wachten. Nou, dat is op zich niet zo heel erg. Gaan we eens even bij die andere kijken. Wat moet je met de pannen? Oh ja, de pannen is zacht. Zo. Oh nee, ik heb hem uitgezet. Kijk niet, dat is altijd veiliger dan dat hij blijft branden. Ik kan hem ook uitzetten, want dat is veiliger dan dat hij blijft branden. Floortje, is het handig om het bord dichtbij te houden? Ja, dat is misschien wel handig. Zo, en die ziet er ook goed uit. En dan gaat het nu de oven in? Ja, even zo. Doe je de oven open. Dan zet je hem bijvoorbeeld op een bakplaat. En dan doe je die weer dicht. Ja, de volgende portie pannenkoeken is bijna klaar. Die wil ik natuurlijk ook in de oven doen. Dus daarvoor ga ik even met pannenlappen. Voorzichtig. Mijn bordje uit de oven halen. Die zet ik op het aanrecht of een rooster. Een onderzetter zou ook kunnen. Doe de oven weer dicht, want ik moet daarvoor staan. Ik draai het gas laag. Pak mijn pan vast. En schep de pannenkoekjes weer op het bord. Echt opletten, want dat bord is natuurlijk nu loeiheet. Hij wilde er niet uit, maar daar had ik gelukkig nog die lepel voor. Deze ook erbij. 1, 2 en 3. Zoals je ziet is de pan een beetje droog, maar ik heb nog wel beslag. Ik kan zo dus nog meer. Dus ik doe even opnieuw een klein beetje olie in de pannen. Een eetlepel, hè? Dat weet ik inmiddels uit mijn hoofd. Dat ik zo weer kan bakken. Ik ga nu eerst weer het bord terugzetten in de oven.
zelf weer over. Met twee pannenlappen voorzichtig vastpakken, want dat bord is warm. Schuif hem er weer in en doe de oven weer dicht. In de tussentijd is die olie een beetje warm geworden. En kan ik opnieuw schepjes beslag in de pan gaan doen.